Zeeuwse ondernemers verwachten in 2012 een verslechtering van het economisch klimaat. Dat blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel. De Zeeuwse cijfers zijn, op die van de bouw na, ongeveer gelijk aan de rest van Nederland. Landelijk wordt er in de bouw een daling van 40% verwacht. En in Zeeland is dat beeld nog somberder. 2/3 denkt namelijk minder omzet te maken. Het fietsvoetveer Willem-Alexander is 14 dagen geleden vastgelopen door een menselijke fout in combinatie met de mist. Dat blijkt uit onderzoek. De bemanning in de stuurhut had slecht zicht en maakte een inschattingsfout, waardoor de boot bij een strekdam aan de Vlissingse kant aan de grond liep. De boot heeft dusdanige schade opgelopen dat hij naar een dok moet. Voorlopig moeten reizigers het dus doen met 1 boot per uur. Een meerderheid van de gemeenteraad van Hulst is tegen de bouw van 2 grote varkensstallen in de buurt van Vogelwaarde en Hengstdijk. Dat bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering. 2 Brabantse ondernemers hebben een vergunning voor de bouw van 2 stallen voor minstens 6.000 varkens. De gemeente probeert de bouw tegen te houden door milieuvergunningen te weigeren. 12.600. Een ets van Rembrandt heeft dinsdag tijdens een veiling €12.600 opgeleverd. Bij veilinghuis De Jager in Goes waren zo'n 200 belangstellenden. Ook werken van Kees Mondriaan, Vaarzon Morel en Zaalborn werden geveild. €18. Your short. €18 voor Dimmero. 10-15% van de Zeeuwen die een woning in de verkoop hebben, kampt met dubbele woonlasten. Het gaat vooral om mensen die hun oude woning aan het begin van de recessie in de verkoop hebben gezet. Volgens de Zeeuwse makelaars is er wel een daling te zien in het aantal mensen met een dubbele hypotheek. Mensen proberen nu eerst de eigen woning te verkopen voordat ze hun zinnen zetten op een nieuwe woning. Heeft u tips? Bel ons of mail